Welkom bij hoofdstuk 3. We zijn even veranderd van locatie vanwege het weer. We staan nu in Tialf en we gaan de bochtpas behandelen. In deze video gaan we het hebben over de houding bij de bochtpassen. We gaan de volgende punten benaderen. De houding in het algemeen, bolle rug, je hoeken en hangen in de cornerbelt. Je gaat eerst weer rustig in een goede schaatshouding zitten. Zorg voor een mooi 90 graden, lekker ontspannen en je arm gestrekt. En vanuit daar ga je een klein beetje hangen. Vanuit hier hou je de 90 graden vast en blijf je laag bij de afzet. Zorg ervoor dat je echt goed in je heup hangt en dat je niet met je arm aan het trekken bent. En hou je schouder horizontaal. In deze video gaan we het hebben over de afzet bij de bochtpassen. We gaan de volgende punten benaderen: de afzet in het algemeen, de afzet naar de zijkant en de afzet afmaken. Je gaat eerst weer rustig in een goede houding zitten. Je zorgt ervoor dat je op je rechterbeen komt te staan en vanuit hier maak je pas naar links. Zodra je op je linkervoet staat, plaats je rechts er weer overheen en strek je je linkerbeen onderdoor. Zorg ervoor dat je linkervoet in het verlengde komt van je rechterbeen. En hetzelfde geldt voordat je rechtervoet in het verlengde komt van je linkerbeen. Zorg ervoor dat je afzet volledig afmaakt door je voet volledig te strekken. In deze video gaan we het hebben over de bijhaal bij de bochtpassen. We gaan de volgende punten benaderen: de bijhaal met je linkerbeen en de bijhaal bij je rechterbeen. Je gaat eerst weer ontspannen in de houding zitten. Als je op je rechterbeen staat, haal je linksbij. Dat gaat gewoon via achter. Je rechterbeen is een ander geval. Die zet je er overheen. Doe dit ontspannen. Bij deze oefening is het belangrijk dat je heuplijn recht houdt en je schouderlijn. In deze video gaan we het hebben over de houding van je armen bij de bochtpassen in het elastiek. We gaan de volgende punten behandelen: je linkerarmzwaai en je houding van je rechterarm. Je gaat eerst weer rustig in de houding zitten. Vervolgens strek je je rechterarm en hou je het elastiek ontspannen vast. Vanuit hier maak je een pas. We gaan nu de linkerarmzwaai behandelen. Je gaat eerst weer in de juiste houding zitten en als je op je rechterbeen staat, is je linkerarm achter. Hou je linkerarm dicht bij je. Het is enorm belangrijk dat je niet te veel met je hand gaat trekken, maar dat je echt met je heup er in het elastiek leunt. In deze video geef ik jullie extra oefeningen mee voor de bocht. Dit zijn overstappen zonder elastiek. De rotatiepas. En als laatste overstappen in de cornerbelt. Dit was hoofdstuk 3 en tevens het einde van deze videoserie. Ik hoop dat je er wat aan hebt gehad. En misschien zie ik je nog terug in Tialf.